fucking awesome, yeah! Yo, kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel... Blitz Survival Games! Ja, zoals je hoort is Dylan ook in het gesprek. Dylan zit nog even in game. Ik ben er al uit. Oh, ik dacht ik begin vast opname, ik kan wat reacties behandelen, maar goed, dat kan dus helemaal niet. Ik ga toch even door de reacties kijken. Oh, dat is controle stoppen, dat is het verkeerde knopje. Heb je dat soms ook dat die reacties worden gemarkeerd als spam? Ja, dat ken ik. Dylan, doe je trouwens 3-2, dat is Citadel. Dat is fijn. Dat is vet. Oké, 3-2. Haha, je intro. Hij heeft nog één hartje. En nou heb je een nieuwe intro. Ja. Maar dan door mij. Nee, inderdaad, dat was je intro. Oh, Duffy, jij bent echt goed. Dankjewel voor het compliment. Ja, het was gisteren was een mooi potje. Het was echt een mooi potje. Ja, dat was het zeker. Heb je Instagram? Zo ja, hoe heet je op Instagram? Nee, heb ik niet. Dylan wel, dat is Dylantje16. Nee, Dylantje1995. Maar hey, ik doe er ook niks mee. Oh, nou goed. Zeg met twee wijsvingers in je mond, de boer gaat naar de volgende pagina. Zal ik het doen? Oké. Okay. De boer gaat naar de volgende pagina. De boer gaat naar de volgende pagina. Ik kan er niks aan doen. Want je kan die B niet uitspreken. Vliegt een mug op mijn kamer rond. Misschien mag ik ook mijn raam dicht doen zometeen. Ja, niet dat raam op mensen, maar ik heb daar ook nog een raam. Oh. Ja, ik weet het niet. Ja. Wou die laatste keer niet normaal. Als je een hacker was, kan je geen Minecraft. Maar dat valt over jou niet te zeggen. Dankjewel voor het compliment. Dat valt ik zeker over zijn compliment. Maar ja, ik was serieus. Gisteren was echt een mooie kill. Echt een mooie kill. Oh ja? Nou, vind ik wel. Nou, ik heb het niet gezien. Oh. Ja, ik zat gewoon een beetje in de kal, een beetje, weet je wel, een beetje niks doen. Oh ja, jij was Pokémon aan het spelen. Ja, ik was Pokémon verslaafd. Ja, ik heb een wortel. Wortel! Don't do it. Guido Wortel. Ja, jullie kijkers denken nu vast van Guido Wortel, maar... Ooit luisterde ik met Dylan en nog iemand naar 538 Nachtclub, dat was toen nog zo, heette dat nog zo. En toen kon je er heen sms en dan ging ze altijd de presentielijst, dan ging ze altijd namen voorlezen. En toen, nou, Dylan die heet van zijn achternaam, Dylan mag ik het zeggen? Ja hoor, mag wel. Dylan heet van zijn achternaam gewoon legit Spruit. En toen was nog iemand die noemde Mike Aubergine uiteindelijk en toen noemden ze mij Guido Wortel. En dat werd serieus opgelezen op de radio. En wij waren echt zo van, wat? Ja, we hadden echt gewoon niks door, weet je wel. We waren gewoon aan het sms'en daar naartoe. Want ja, het was meer voor een troll. Ja, de kans is er dat je dan opgenomen wordt. Maar wij zaten echt gewoon, ja, een beetje te wachten. Kijken of ze mensen op gingen noemen. En toen opeens die namen die wij je door hadden gegeven. Dus wij hadden echt zoiets van, lol. Ja. Het was wel bizar dat onze naam inderdaad werd opgenoemd hoor. Maar goed, ja. Wat vind je van Annie Mouse? Dat moet denk ik anonymous zijn. Maar er staat Annie Mouse. Als je dat daarmee bedoelt in ieder geval. Wat ik daarvan vind. Ja, ik heb er geen last van. Ze doen het lekker joh. Ik heb zoiets van, ja, zolang ik er geen last van heb, vind ik alles best, weet je. Inderdaad. Ik weet niet wat Dylan ervan vindt. Hetzelfde. Nou, dan zijn we het daar even over eens. Maar hartstikke mooi. Door naar de volgende Dylan. Op naar de volgende vraag. Nu is de bedoeling dat jij het gaat oplezen. Nou, ik heb niks voor me staan. Dus. Je leest het maar lekker zelf. Pak jij even die MVP met 15.000 kills? Wat? Vijf? Hey, ik ga in een hoekje staan, jongens. Dat is een MVP plus. Kijk, ik heb 1000 kills, oké, maar 15.000? Dat is wel belachelijk veel. De Blitzstar. Oeh, dat is de Blitzstar. Ga jij hem vinden? Nee. Heb je al iets geunlocked voor de Blitzstar? Nee. Nope. Nou, wat moet je met die Blitzstar, jongen? Is fucking OP. Ja, ik heb toen wel... In één keer had ik heel veel XP ermee gekregen. En toen enchanted ik, zeg maar, Lags. En dan kreeg ik Protection 2 en Unbreaking 2. Oeh. Oh! Oké. Okay. Dylan. Ja? Heb jij die rap gezien op die reacties? De nieuwe of de oude? Dat is een nieuwe. De nieuwe. Nee, die heb ik niet gezien. Oké, okay, ik ga hem oplezen. Ja. En je gaat zelf maar een beetje zo van... Oh, waar is die nou? Oh, hier staat hij. De rap gaat als volgt. Duffy Games, daar ga je niet omheen. Soms slaat hij mensen een gebroken been. Met Hunger Games slaat hij zo hard als een steen. Met zijn 10.000 subs oont hij iedereen. Dat was het. Die is wel nice. Die is beter dan die andere. Ja, wel een tikkeltje beter.
Maar dat is toch wel grappig. Mensen gaan opeens rap sturen. Ik heb hem dood, hij heeft mij dood. Oh. Hij heeft wel 13k kills. Goed mensen, zometeen zijn wij terug bij jullie. Of in ieder geval, ik deel ze nog in game, maar we komen zo meteen weer terug. Yo mensen, daar ben ik nog eventjes vanuit deze game. En waarom Suzy zien de dab patch gaat beginnen. En Dylan leeft nog. Oh shit. Wow. Dit kan je hebben, dit kan je hebben. Duffy Games staat achter je, jongen. Dit kan je hebben. Streng. Heb je strengpot? Nee. Dacht ik, is resistant. Dat is ook fijn. Pak hem. Go. En ja. Bang. Lekker hoor, Dylan. Je hebt gewoon gewonnen. Bang. Hoppakee. We wachten eventjes tot wij naar lobby worden geteleporteerd. Krijgen we natuurlijk ook even onze punten. Dan gaan we meteen door naar de port om een nieuwe game te joinen natuurlijk. Ja. Ah, ik heb hem wel. Ja, dat is waar. Gefeliciteerd, man. Ja, thanks. Dit is trouwens wel heel raar. Wij hebben, om even te zeggen, wij hebben net opnames voor mij gedaan. Daarna gingen we door naar deze. Guido wint in mijn opnames en nu win ik in zijn opnames. Ja, dat... Het is wel heel apart. Goed, Dylan, join... Alleen maar, ik zie alleen maar Mitro, joh. 1-1. Nee. Doe 3-2, Kettle Drive. Oké. Vind ik altijd fijn. Maar goed, er waren ook nog een paar reacties die ik nog niet had behandeld, trouwens. En er was eentje was een paaltje forever. Ik wist niet dat jij net zoals Dylan Hex in je Sword had geïnstalleerd. Wow, dat lading wat in één keer joint. Ja, maar... What the fuck? Hey, een Budder Creeper. Een wat? Een Budder Creeper? What the fuck, wat is een Budder Creeper? Nou, Creeper Family. Ik ben Gas Creeper en hij is Budder Creeper. Jij zat echt, what the fuck? Ja, ik zat te kijken, wat? Maar... Hoezo is Duffy zo cool? Hey, ik ben mezelf. Ik weet het. Ja, nee, niks. Iemand er ook nog gelukkig sloot niet af. Inderdaad, want ik zat gisteren die video af te bouwen, weet je wel. Van nou mensen, bedankt voor het kijken, ik heb verloren nu. Uiteindelijk won ik ook nog. Ja, dat was wel mooi. Maar ik had serieus zoiets van, oké, zo over, weet je. Als zo'n MVP achteraan zit met, eerst had hij Apocalypse volgens mij. Daarna dit Diamond Sword met zijn boots en hij had eigenlijk alles. Maar, nog kunnen winnen. Oké, dit potje kan hard gaan worden voor ons, man. Ja, nogal, want ik heb geen eens spullen. Oh, ik heb wel gelukkig. Maar goed, dit is alsnog niet fijn tegen al dit. Ik ren achter je trouwens. Als je ze in één keer schrikt, dan ben ik het. Heb je net XP opgepakt? Nee. Oh. Want ik gooide net een pot en ik kreeg zelf geen XP. Deze man, jongen. Ja. Ik denk, waar de fuck is mijn poster? Nee, maar... Oh, damn. Oh, schoenen aan. Hoppatee. Hé, hey, er werd een pot op gegooid. Nou, dat was ik niet dit keer. Ga toch weg, man. Oké, doei. Dat is leuk. Dat is leuk, hè, deze opnames. Ja. Ik vind 8 cooked fish. Wat? 8? 8 gekookte vis. Ja, maar gewoon bij elkaar. Nou, dat is niet niks. Nee, maar dat is geen sushi. Check het over het dak Freerun, hoor. Ik zag het wel. Ja, jongen. Freerun, dat is de beste. Oh, kom ik hier überhaupt? Hè? Wat? Oh, damn it. Huh? Want? Ja, ik snap niet hoe ik dit huis in moet komen, maar goed. Voordat iemand achter me aanrent, zijn we hier naartoe. Sprong je nou bovenop iemand? Nou, zo, ik sprong zeg maar van het dak af en dat ging net, echt net goed. Dus, ja, dat dus. Deze man. Ben je aan het vechten? Nee, kijk. Ik ben een veilige manier naar beneden Dylan, aan het zoeken. Achter je, Dylan. Hoi. What the fuck? Ja, ik was een beetje aan het freerunnen en ik zocht een veilige manier naar beneden. En, ja. Ik kom hier echt letterlijk nooit, weet je. Ik ook niet. Waar de heck ga ik heen? Ja, nou, hier volgt mij. Ja, ik denk jij gaat naar de uitgaan. Hoi. Hier, ik ga je slaan met vlees. Nee, joh. Oh. Gek. Weet je, dat deed damage, hè? Ja, goh. Waarom volg ik jou überhaupt? Echt? Oh, damn it! Wat? Ik ben beneden. Ben je beneden gevallen? Ja. Oh, such troll. Ja, nee, dat deed ik niet expres. Maar goed, we moeten nu wel gaan winnen, maar ik moet nu wel gaan winnen natuurlijk. Nee, ik ga winnen. Ah, dat mag ook. Ik,
gun het jou maar ook. Maar ik vind alleen maar helmpjes en boots. Nou, ik heb wel full armor, dat wel. En ik heb ook nog wel armor over, maar ga ik die niet aan jou geven? Bitch. Ja, nee, natuurlijk niet. Daar maak ik mezelf slechter mee. Dat, ik heb nog geen kill gemaakt. Er leven nog 4 mensen. Hé, hey, ik heb een body. Een gold. Maar er leven nog 4 mensen. 4? Wat? Jij... Ik heb nog geen kill gemaakt. Jij, ik en 2 anderen. Oké. Okay. Ja, wel een MVP en een VIP natuurlijk, maar goed. Ja, nou ja, die mogen er niet wezen. Dylan, als ik het woord... Of nou, eigenlijk de zin... Ken jij de Tropicana Strandclub? Ken je dat? Doet dat een belletje bij jou rinkelen? De Tropicana Strandclub. Nee, eigenlijk niet. Ik zeg nog 1 keer. De Tropicana Strandclub. Ja, wat moet ik daarmee? En als ik daarbij zeg Rocket Power. Ah. Weet nee. je het dan? Nee? Nee. Ik ben echt serieus heel Rocket Power. Ben ik gewoon kwijt. Oh, wauw. Ik weet niet eens meer hoe die ene... Otto. En dan heb je Otto, Reggie, Twister en Sam. Nee, Squid noemen ze hem altijd. Of Squidward. Of hoe heet het? Squid. Ja, ik weet niet hoe ze dat ging noemen. Oh. Ja, nee, klopt zoiets, ja. En dan heb je ook nog Murph Stapleton. Dat was die buurman. Oh. En hier loopt iemand met een wolf. Succes, hè? Nou, ik ben finaal in elkaar geslagen. En hoe heette die dik ook weer? Oh, Tito Homosaki. Oh, ja, Tito. Ja, en Tito, zoals de oude halve jaren altijd zeiden. En Ray was die vader eerst een kerel met allemaal slimes om zich heen, zeg maar. Of van die magma cubes. Of echt slimes. Ja, echt slimes en magma cubes. Maar hij is nu wel... Oh, hij heeft nog 2 HP. Are you kidding me? Boog. Ja, welke boog? Waarom? Oh. Nice. Je hebt de MVP. De VIP heeft wat lower HP. Ja, ik heb ook lower HP nu. Oh. Heb je geen pots? Had die MVP geen pots? Ik zoek er nu naar. Ik heb een regeneration potion. Goed, die ga ik in de deathmatch gebruiken. Nice. En ik heb zo'n splash potions ook nog. Hoppa. Nice. Ik ga even deze vast drinken. Fire resist ga ik ook vast drinken. Want ja, YOLO. Oké dan. Oh, hij heeft ze ook. Yep. Damn, die honden, jongen. Echt waar. Jammer, man. Ja, maar in ieder geval, mensen, het is niet gelukt. We hebben wel fun gehad deze aflevering. Dat is ook belangrijk. Ja, dat zeker. Vergeet niet allemaal om even die like achter te laten. Dylan's kanaal is in de beschrijving. Kan je ook naar Dylan's kanaal toe. Ik hoop je het leuk vonden. Wij hebben in ieder geval genoten. En tot de volgende keer, mensen. Later.